Een delegatie van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Dit gebeurde op donderdag 6 oktober 2022. Het bezoek volgt op de missie van de Nederlandse premier Mark Rutte vorige maand aan Suriname. Op het kabinet van de president hebben partijen van gedachten gewisseld over het aanwenden van het restant van de verdragsmiddelen in het herstructurering van de gezondheidssector. De delegatie bestaat voornamelijk uit medische deskundigen van het Nederlandse ministerie. We hebben inderdaad zojuist een ontmoeting gehad met de president, waarbij ik vergezeld was van de vice-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat is mevrouw Marjolein Sonnema, de directeur-generaal ook van het ministerie. Bijgestaan door stafleden van internationale samenwerking en andere afdelingen. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland. U weet dat tijdens het bezoek van premier Rutte diepgaande gesprekken gevoerd zijn over de samenwerking tussen Suriname en Nederland en ook de inzet van de restant verdragsmiddelen. U weet ook dat er is besloten dat een deel van deze middelen richting de gezondheidssector gaan. En we hebben dus na het bezoek van de premier zijn we voortvarend bezig geweest om ervoor te zorgen dat er gesprekken plaatsvinden en ook een goed plan komt hoe wij deze middelen wensen in te zetten. Vandaar dat dus de delegatie binnen niet al te lange tijd in Suriname hier is. Tijdens dit bezoek zijn er diverse bezoeken afgelegd, diverse meetings geweest met stakeholders, met het herstelplan van ons ministerie, met mij, met de medische zending, met ziekenhuizen. Dus er is in elk geval een goed beeld ontstaan, een duidelijk beeld ontstaan bij de delegatie. En er is vandaag een wrap-up sessie geweest bij de president, die ook geïnformeerd wenste te worden over wat we hebben gedaan in de afgelopen dagen. In ieder geval moet ik zeggen dat de president zijn tevredenheid geuit heeft over hoe wij denken de middelen in te zetten. En er is ook groen licht gegeven om in ieder geval verder te gaan op het niveau van de ministeries, om in de uitvoering te gaan voor de inzet van de verdragsmiddelen. Belangrijk is dat de samenleving weet dat wij drukdoende zijn om het herstelplan, om de zorg te gaan herstellen, om de zorg te gaan herstructureren en de nodige inefficiënties willen wegwerken, zodat wij meer besparingen krijgen in de zorg, zodat we beter kunnen inzetten op de meest basale zaken. Maar niet alleen dat, ook moderne ontwikkelingen binnen de zorg. En ik denk dat het meest belangrijke is dat wij heel snel moeten gaan naar een gezondheidsautoriteit. Ook daar hebben wij dus aangegeven dat wij de verdragsmiddelen wensen in te zetten. Maar ook waarbij de gezondheidsautoriteit zeker belast zal moeten gaan worden met de public health vraagstukken, preventie, zorgverzekering en andere zaken. Dus er is in ieder geval een goed gesprek geweest. Er is ook aangegeven hoe Volksgezondheid in Nederland die samenwerking wenst in te zetten. Niet alleen financieel, maar er moet ook een duurzaam plan zijn. De verdragsmiddelen die zullen aflopen. En dan zou je het ook moeten overnemen als overheid. Dus er is ook een plan gepresenteerd hoe wij denken die uitfasering van de verdragsmiddelen te doen en de infasering vanuit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. En uiteraard moeten wij gaan naar een moment waarbij wij een aanzienlijk deel van de begroting, zoals gangbaar is in de regio, kunnen inzetten op de zorg. Maar we hebben nu die steun wel dringend nodig om een aantal essentiële zaken te realiseren. Dus de delegatie die is geweest en er is uiteraard van gedachten gewisseld over de nog uit te werken vraagstukken. En we gaan de bilaterale gesprekken verder voeren op ministerieel niveau en waar nodig op regeringsniveau. Is er al enig zicht op wanneer deze restante verdragsmiddelen beschikbaar zullen zijn om dus de gezondheidssector weer een boost te geven, om het zo te zeggen? Ja, dus wij willen het zover krijgen dat binnen korte tijd er goedkeuring is voor de inzet. En we hebben gepresenteerd nu de initiële gedachten. We hebben gepresenteerd hoe wij denken dit in te zetten. U moet het niet zo zien dat er gewoon geld komt richting Suriname. Het is een proces van het uitvoeren van een plan waarvoor middelen nodig zijn. Dus u moet het niet zo zien van als een bedrag X gewoon gestort wordt op de rekening hier. Nee,
Het is een traject waarbij je een project uitvoert, programma. En waarbij er afspraken gemaakt worden over hoe bepaalde zaken gefinancierd zullen worden. Dus ik kan nu niet zeggen van volgende week of over een maand. Wij gaan richting goed gedragen, breed gedragen plan vanuit Nederland en Suriname. Zodat er goede afstemming plaatsvindt. En vandaar, u weet, we hebben dokter Mark Sprenger hier als adviseur van de president. Die ook internationale ervaring heeft en ook gerelateerd is aan Nederland uiteraard. En dat de contacten gelegd zijn over die inzet van die middelen. Dus we zullen natuurlijk uitkomen in de komende tijd hoe dat allemaal loopt. Maar de samenleving mag erop rekenen dat wij met een gedegen inzet van deze verdragsmiddelen willen werken aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg.